ook heel erg leuk voor ons, want wij krijgen hier allemaal jeugdherinneringen weer terug. But if you close your eyes... Een hele goede morgen allemaal. Leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag. Het is zondag 27 augustus. Het is nu 8:15. Ik heb over een half uurtje mijn bus. Want vandaag ga ik iets leuks doen. Vandaag heb ik afgesproken met Carmen en Ruby om naar Amsterdam te gaan. Naar de Uitmarkt. We gaan kijken bij de repetities van de musical Sing Along die vanavond is. En we gaan ook nog even wat winkelen. Dus daar heb ik super veel zin in. En natuurlijk neem ik mijn geliefde Louis Vuitton bag mee. Ik weet nog niet wat ik aandoe. Ik zit te twijfelen om een wit blouseje aan te doen. Met een zwarte broek. Dat doe ik aan. Een fans, denk ik. Ik denk dat ik dat aandoe en dan een leerjasje of zo. Want dit buiten is wel warm, denk ik. Het zonnetje schijnt. Ik ga kijken hoeveel graden het überhaupt is. Even lopen. Oh my god. Maar zo moe jongens. Het is, op mijn vakantieplek is het 22 graden. Het is hier, even kijken. Nu 18 graden. En het wordt in Amsterdam 23 graden. Oké. Moet wel goed komen. Dus dat ga ik lekker aandoen. Ik ga me klaarmaken voor de dag. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Let's go, we gaan deze dag weer rocken. Oké, ik ga er zo meteen vandoor. Maar voordat ik jullie mee ga nemen naar de Uitmarkt, ga ik eerst natuurlijk weer mijn outfit of the day laten zien. Dit is wat ik op dit moment draag. Dit blouseje komt van de H&M. Mijn jasje is van The Weeknd. Dat heb ik ook gekocht bij de H&M. Broek is van Bershka. En schoenen zijn van de Zara. Deze witte schoenen. Ik weet niet hoe lang ze wit blijven. Maar we gaan het zien. Dus ik ga jullie meenemen naar de Uitmarkt. Zoals jullie kunnen zien zit ik in de trein. En ik ga nu naar Amsterdam toe. Maar ik ben niet meer alleen. Ik ben met een groepie. En dat is tegenover ma. En we gaan nu naar Amsterdam, we halen eerst Carmen, stapt ook in. En dan gaan we met z'n drieën naar de Uitmarkt en er is een salsa workshop. Dus daar gaan we doen. En Ruby zit tegenover mijn Snapchats te maken. Want ja, dat moet ook gebeuren. Je moet wel de mensen die... Streaks. En ja, het voelt echt weer fijn om gewoon weer in je eigen kikkerlandje te zijn. Heerlijk. Ja, we zijn al aan het filmen. We hebben net bij de Uitmarkt, bij het Scheepsvaart Museum, hebben we twee foto's gemaakt. Eentje met accessoire. Oh. Ja. Eentje met accessoire. Kijk, hoe mooi, hoe beautiful we are. Ik was aan het inzoomen, ja, daarop. En eentje normaal. En we gaan nu naar de Lion King stand. Want we willen een hoed, pet, een tas en fruitjuice. Dus we love that. En we gaan. Kom maar mee! Nou, loop maar voorop. We hebben nog Soldaat van Oranje ergens. Ja, maar waar is het? Dat is 125 is het. Oh ja, mijn foto's. En we zijn met Ruby. Woehoe. Oh, mijn moeder gaat echt kamer. En dit is een heel mooi oud schip. Uit de tijd van de VOC is dit. Ja, dat hoort bij het Scheepsvaartmuseum, dus je mag erop. En we gaan nu in het oude schip vanuit VOC-tijd. Oh, het is een replica, zie ik. Zin. Oh, ik ben wel zo kwijt, maar dat maakt niet uit. Waar kun je allemaal heen naar beneden? Anders laten we wachten. Ik was even informatie aan het halen voor jullie. Oh, moeten we hier erin?
Inmiddels zitten we op een terras bij het ABN AMRO eiland. En kijk deze goodies die we allemaal hebben gehad. En deze hele mooie... Olda Noram, de musical. Er moet soldaat van Oranje staan, maar er staat Olda Noram. Weet ik niet waarom. En nog meer goodies. Kijk, deze ballon dus. Die hebben we gehad. En Carmen heeft daar patatjes. En nog meer goodies. Musicals, pet, hoedje van On Your Feet. En een tas van H&M en popcorn. Dus yay! En we gaan zo meteen naar de repetities kijken. En naar Nemo. Misschien. Maar het wist nog niet zeker. Maar ik denk het wel. En hierachter nog tas. En het is nu 3 uur. Dus let's go. Dat ding die ik dan trouwen. Het vrouwelijk schoon wil wonen bij de vis. Het vrouwelijk schoon, dat ding die ik dan trouwen. Dus een certificate, ja dat. Een certificate, ja dat. Zorg ik dat het steeds van klaargold is. Ziet er maar uit, Ruup. Ja, hè? Leuk, hè? Wat ben je? Een prinses! Oké, nu word ik omgekleed. Yeah. Heel mooi. Oh ja, heel mooi. In Nemo. Ik ben met Ruby, die precies iets aan het lezen is. We zijn echt met Roy op de foto geweest en ik heb een fidget spinner gekregen gratis van Cineket. En we zijn ook op de foto geweest bij het Maastheater. Naast onze school zit ook het Maastheater. Superleuk. En we lopen nu in Nemo. En Nemo is zeg maar iets heel leuks voor kinderen, waar je allemaal kan experimenteren. En dat soort ontein, dat kan je in Nemo. Maar het is ook heel erg leuk voor ons, want wij krijgen hier allemaal jeugdherinneringen weer terug. Hè, Ru? Ja, ik ook. Oh, sorry. Ik weet dat dit echt geweldig is. Ja, dus, ik ben hier geweest toen ik ongeveer 8 jaar was. Ja, dus dat is 12 jaar. Dat is niet zo heel goed. Nee. Ik denk dat het goed is. Ja. En Ruby en ik wilden een keer erheen weer. Maar het is nog nooit van gekomen. En nu zijn we een keer een lekker dagje in Amsterdam. En we gaan het lekker doen. Dus ik ga jullie helemaal meenemen in Nemo. En natuurlijk moet er weer door ons gegeten en gedronken worden. Want je moet wel goed hydrateren. Ik heb een Fanta Cassis, een stukje appeltaart. Ruby heeft het Frisky. En ook een stukje appeltaart. En we zitten nu bij Nemo in het restaurant. En volgens die man is het echt rustig voor hun doel. Ja, en daar... Is het leuk? Oh, Walt Disney op de uitmarkt. Daar. Star 12 tot... Oh, korte films. Hm? Vanaf 6 jaar oud. Dan mogen wij. This is my voice. I want.
ben mijn schoenen aan het uittrekken. Het is nu 9:49. Ik ga om over 9 minuten dus een serie kijken. Iets met die tweeling van X on the Beach. Ik heb een zieke blaar op mijn voet en bedankt. Maar ik heb ook een aantal hele leuke goodies gekregen vandaag bij de Uitmarkt in Amsterdam. En het was super leuk. Ik heb weer heel veel inspiratie gekregen voor nieuwe musicals waar ik naartoe wil. Waaronder, ja, ik heb wel wat gefilmd. Ik wil naar On Your Feet. Ik wil naar Annie M.G. Schmidt. Ik wil naar, hoe heet die musical nou? Met Stanley Burleson en Freek Bartels, daar wil ik heen. En voor de rest vind ik eigenlijk best wel veel musicals ook gewoon leuk om naartoe te gaan. Ik zit lekker op mijn bed. Ik heb mijn, nog niet, mijn comfy kleding aan. Maar ik ga er wel even lekker bij zitten. Zoals jullie kunnen zien, hier heb ik de tas met goodies. Dus pak even wat te drinken erbij en wat lekkers. Want dit gaat echt een lange unboxing worden. Dus daar kunnen jullie naar kijken. Oké, laat ik beginnen met degene wat er bovenop ligt. Dat zijn twee posters van het Drents Museum en de Kunsthal. Dus leuk. Dan de tweede. Pak ik dit vlaggetje eruit van de Lion King. Dus daar kon je dan in, dan kon je zeg maar staan waar iedereen soms zegt van lekker foutje. Dan kon je zeg maar bij het podium staan en dan kwam de Lion King en dan moest je dit doen. Zo, nou, fijn. Dan het hoedje van On Your Feet. Deze is echt heel erg leuk. Ik vind hem echt heel gaaf. Gloria en Emilio Estefan. Super tof. Dan een petje van de Lion King. En die zat hier dan zo op. Fijn om te weten. Echt heel erg leuk. Dus die. Dan van de musical De Marathon heb ik dit hele leuke zweepbandje gekregen. En ik was echt dood aan het zweten. Daar. Dus die ga ik ook eventjes opzetten. Oh my god. Dit staat mij echt niet. Dit staat mij echt niet. Oké. Next one. Dan heb ik een programmaboekje gekregen van Sweeney Todd. Met een hele leuke musical met, voordat ik het fout kan zeggen, Ridder van Koten en Vera Mann. Die. En die is ook heel erg leuk en die speelt in Amsterdam. Dan van Maas heb ik. Wat is dit eigenlijk? Ik heb het niet eens opengemaakt, joh. Oh. Regenjas is dit. Super leuk. Dan heb ik van The American Dream. Dit was volgens mij ook van een museum. Wel echt heel erg leuk. Dus die. Van Maas heb ik een foldertje gekregen. Super leuk. In Amsterdam. Volgens mij zit die van Rotterdam, maar dat weet ik niet zeker. Nee, ik weet niet meer. Dus die heb ik gekregen. Dan heb ik een Fantasia verjaardagskalender gekregen. Daar moest je dan een draaien aan een rad. En dan kreeg ik of een boek, of een kalender, of een pen, of een schrift. En ik had dus de kalender gedraaid en Ruby het boek. Dan gaan we verder naar een magazine van het Drents Museum. Nog een boekje, of nee, nog een tas van de Maas. Theater, dans, podium. Super leuk. Hier gaat dat nog mee. Dan een tas van Cultuur Werkt. Super leuk. Dan twee keer het tijdschrift Stage. Met Jim en Fayenne op de voorpagina. Heel erg leuk. Leuk musical, zeker naartoe. Dan heb ik het boekje The Bridges of Madison Gunty. En dit is ook volgens mij, maar ik weet het niet zeker, met ook met René van Koten, maar dat weet ik niet zeker. Dus voordat ik allemaal weer dingen ga spoilen en al die shizzles, ga ik even kijken wie erin zitten. En dat kan wel eventjes duren, kidding. Volgens mij Lona en René van Koten spelen hierin. Superleuk. Oké, ik ga er even een beetje door, want
Ik film maar 5 minuten. Kaartje van de Dream. Onder Fieten, onder Schmidt. Soldaat van Oranje. En Fataal, de musical. Het geweld tegen zinloos geweld. Dan een kaart van de Dream. Dan een boek. Lauren Conrad Celebrate. En dit is echt een heel leuk boek. En dit boek is normaal €39. En ik heb deze nu kunnen scoren voor €5. En Ruby heeft hem ook. Dus heel erg leuk. Er staan allemaal leuke dingen in. Hoe je een feestje moet organiseren. Dus die. Dan hebben we ook nog 2 foto's gemaakt. Deze bij het Scheepvaartmuseum. Maar die hebben jullie ook kunnen zien in de vlog. En deze van het Cultuur Werkt. Ik ga er even flink doorheen. Lalalala. En hier zijn het allemaal foldertjes nog. Dan heb ik ook nog 3 dingen gekocht. En laat ik beginnen met deze. Ik had een bon van de H&M gekregen. Best wel een tijdje geleden. Die vond ik ineens terug in mijn kamer. Ik weet ook niet waarom. En er stond iets van €20 op. En ik wilde deze sweater al best wel een tijdje. En ik had hem al gepast en ik vond hem leuk. En toen dacht ik van kut, ik heb hem niet gekocht. En nu uiteindelijk heb ik weer een sweater gekocht. Ik weet het, ik moet echt kappen met sweaters kopen. Maar ik vond deze zo leuk. Ik vind eigenlijk alles best leuk. Maar ik heb laatst echt 20 sweaters weggedaan. Dus ik mocht een nieuwe kopen van mezelf. Maar dat is deze orange schoor. Ik had nog geen oranje sweater. Dus die vond ik leuk. Met een soort van ja, gekke dingetjes op de mouw. Dus die en die heb ik officieel gekocht maar voor €5. Want ik had die bon nog. Toen gingen we naar de Mediamarkt Fame. En daar heb ik 2 cd's gekocht. Ja. Van Shawn Mendes. En deze was in de uitverkoop. En deze was eerst tientje en nu €4. En dan heb ik ook nog deze cd van Little Mix. Glory Days. En deze was gewoon €10. En ik vond ze echt heel gaaf. En ik wilde deze al best wel lang. En voor echt €14. Dat is deze. Maar normaal betaal je voor 1 cd om €15. Dus dit was alles wat er in de tas zit trouwens. De tas. Die heb ik. Die zit er nog best wel veel in. Maar qua foldertjes en drinken. Deze heb ik ook gekregen. Ik heb het toen ingeschreven bij zo'n nieuwsbrief. En toen kreeg ik de gratis soldaat van Oranje tas bij. Dus die. En bij deze sluit ik ook de vlog af. Ik hoop dat jullie deze leuke vlog. Wacht. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Ik bedank jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En dan gaan we deze vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie in de volgende vlog weer. Doei, guys.